U kijkt naar Den Haag in 60 seconden. De meeste stemmen van Hagenaars tijdens de Provinciale Statenverkiezingen zijn gegaan naar D66. De VVD komt nipt op de tweede plaats. D66 wint fors. De VVD verliest iets ten opzichte van 4 jaar geleden. In Den Haag kwam 39,6% van de stemgerechtigden opdagen. Wethouder Revis blijft in een spoeddebat volhouden dat er geen belemmering was om de bomen aan het toernooiveld in de binnenstad te kappen. Een aantal oppositiepartijen stelt dat er nog procedures tegen de kap liepen. In een portiekwoning aan het Notenplein heeft brand gewoed. De bewoners waren niet thuis. En de onderburen kunnen vanwege rook- en waterschade voorlopig hun huizen niet in. En ADO-icoon Harry Heijnen is overleden. Vorig jaar werd Heijnen tijdens zijn laatste bezoek aan ADO Den Haag nog een keer luidkeels toegezongen. De oudspeler is 74 jaar oud geworden. En tot zover Den Haag in 60 seconden.